Nee. En ik ben weer geblokkeerd. Kom aan, zeg jij. Oh my god. Hij heeft het gezien. Hoeveel volgers heeft hij? 153.000. En ik stuur daar een kerelberichtje naar en hij heeft dat gelezen. Wat? Oh my god, zalig is een yes. Ik zie jullie binnen een uurtje terug. Oh my god, want het schijnt echt recht in mijn gezicht nu. Oké, nu heb ik echt zo'n geel cirkel aan mijn oor. Weg. Hey allemaal, ik ben Kathleen en welkom terug op mijn kanaal. In deze video gaan we gewoon iets zot doen. Ik hou van de zon, hè, maar nu schijnt het echt recht in mijn gezicht. Ik zal maar pieren. Ach ja, in deze video ga ik 100 DM's sturen op Instagram naar bekende mensen. What? 100 is echt heel veel. Ik was aan het oplijsten en dacht, dit is echt zot veel. Het zijn 50 Engelstaligen en 50 Nederlandstaligen. Ik dacht, dan is het een beetje evenwichtig. Het zijn echt gewoon random mensen, want eigenlijk op Instagram volg ik niet zo heel veel mensen. Heb ik ontdekt bij het opstellen van deze lijst. Het zijn sommige heel bekende mensen die zo in de miljoenen volgers hebben. En het zijn ook bekende mensen die iets minder bekend zijn, die er maar 1000 taal hebben. Dus ik denk dat ik wel reacties ga krijgen, maar ik heb geen idee. Dus ik ga ze nu allemaal versturen en binnen 24 uur gaan kijken wie er antwoord heeft. Als je er zin in hebt, geef deze video een like. Abonneer ook eventjes op mijn kanaal, zou ik heel erg fijn vinden. En dan gaan we gewoon direct invliegen met de eerste. Ik ga eerst even sturen naar Rydell Lynch, want voor zij die me kennen, I'm crazy about her and her whole family. So, let's get started. Zij is nu 1 jaar samen met haar vriend, dus daar ga ik iets over sturen, denk ik. Alleen niet echt 1 jaar met haar vriend. Ze kennen elkaar al 1 jaar. Wat hadden we dan een naam voor, hè? Metaversary. Nice. Happy one. Love you both. And a little heart. Wauw. Dan gaan we over naar de volgende. Dat is Capron, haar verloofde. Ik denk dat ik gewoon hetzelfde ga sturen. Ik ga er gewoon even kopiëren en plakken. Verzinnen. Next one is. Ja, gewoon heel die familie. Hè. Dus dan gaan we gewoon een beetje afgaan. Hè. Oep, Rydell Lynch. Oh, ik ken die gewoon maar keihard aan kennen. Van bekend zijn en niet kennen persoonlijk, maar sinds 2013 en nu weet ik gewoon niet wat ik aan moet schrijven. Ja, kom hè, zo ga ik het dan toch niet. Hè. Ik ga gewoon iets sturen. What's your favorite bulletproof? Want die houdt wel een bulletproof in. Oké, next one up is her wife. Is her wife? Is his wife? Kom aan, Caroline. Mijn inspiratie is weg. Love you. De volgende boek, dat is dus Rocky. What's your favorite song? Next one is his girlfriend. Het is echt geen goede zin, hè. Ik heb geen zin om over na te denken. Next one is Ross. Jazz met de Z. Oké, en dan gaan we over naar Jazz. En dan ga ik het zelf doen. Bam, bam. Veel zin dan. Oké, zijn we beland aan Ryland. Oké, gewoon what's up. Dan gaan we naar de mama, Stormy. En dan gaan we naar de papa, Elpa. En dan gaan we over naar de driver era. En dan gaan we naar Bradel. En dat is echt waar. Ik draai niet zoveel. What's up. Dan gaan we een paar mensen van YouTube, namelijk Annie Long, die volgt nu een klein tijdje op YouTube en is wel leuk. Ik heb dat net dat op hun verhaal gereageerd. Love your videos. Annie Marie, die volg ik ook al een tijdje op YouTube en vind ik ook echt geweldig. Ja, naar haar stuur ik regelmatig. En ze heeft net haar verjaardag gehad, dus ik ben eigenlijk zeker dat ze hierop gaat worden. Wow, sun is back and moving. Looks. Delicious. Wij hebben ook nog Hannah of whatever, ook een Amerikaanse YouTuber. Die vind ik echt zalig, die heeft keigoede video's. What is your favorite song at the moment? Joshua Bassett. For those who don't know him, he's from High School Musical, the musical, the series. Mijn heeft onlangs een nieuw nummer uit, Common Sense. So more Common Sense, tell me. Thank you.
Ik ken de tekst niet goed. Ah, sorry. But I love it. Maar jullie kennen mij, ik ben gewoon niet zo goed in teksten. Dus nu gaan we over naar Selena Gomez. Die gaat dus van mijn leven niet antwoorden. 175 miljoen. Much love from Belgium of zoiets. How are you? Dan Meghan Trainor, of course. You look amazing on that cover. En nu gaan we naar iedereen van Friends. Because I love Friends so much. I do love Friends. Oh my god, Matthew Perry. How is Chandler going? Oh my god, ga ik sturen. Sorry, ik kan het niet laten. Zoals altijd, how's quarantine going? Wat moet je aan ons sturen? Courtney, bericht. I love your profile picture. Oh, deze actie is geprobeerd. Probeer het later opnieuw. Huh? Kan ik dat nu maar sturen? Oké, Matt. Friends. En dan gaan we nog naar David. Bericht. Ook al niet. The Gellers, hè? Kunnen we die nog sturen of wat? You look amazing. All the Jonas Brothers, because why not? I mean, right? What's up? Ach, die kan ik niet naar sturen. José. Dan gaan we over naar mensen van Riverdale. Oké, dat was eigenlijk verkeerd geschreven ook, maar sorry. Of zoiets. Milo en I are watching Lobster. Milo is so cute. En Justin Bieber. Wat heeft die voor Instagram profielfoto? Kate, Shawn Mendes, my niece loves you. Of als hij die kijkt, Amerikspas, ja, jij daar. Sorry, ik wist gewoon niet meer anders schrijven. How are you doing? Die gaan er toch nooit op antwoorden, dus ja, hij zit niet eraan. Och. Edison Ray. Oké. Dit is dus Kayla, dat is iemand ook op YouTube die wel filmpjes maakt over de Sims. Ach, ook al niet. Dat kan niet, want dat heb ik al getest. Dus volgens mij is dat omdat ik te veel aan het sturen ben. Dus ik zal nu naar de mensen sturen dat kan. En dan achteraf nog naar diegene die ging en dan zeg je. Dan gaan we over naar iemand van vroeger, van mijn jeugd. Ga je dat zo zeggen? Nee, ik ben wel te jong, hè. Van iCarly. Sorry, ik was er toen echt obsessed mee. Dus het is Nathan Grass. Die heeft trouwens een kind. Halleluja. Oh my god, die is echt super schattig. You have a beautiful... Oh, you have a bra. You have a beautiful family. Ricky Garcia. Dat is ook iemand van vroeger van Disney. Dat ik toen ook wel mooi vond. Dit is Macon. Is ook een vriend van Rydell en die familie. En is ook van die dingen. De Rocky. Die serie is zo leuk. The house life going. We gaan nu naar twee van High School Musical, omdat ik die toevallig tegenkwam. Ashley Tisdale van Sharpay Evans. Verstander. En dan gaan we nog naar Vanessa Hudgens. This is funny, echt zo kerdoog. Dan gaan we over naar de laatste. Dat is Carlos van Big Time Rush. Maar kwam die ook al langs tegen. En die heeft dus kinderen en al. Crazy. Oké, los, hè, want dat is lang geleden. Maar dat is gewoon heel raar om te zien. Love you and your family. De Engelstalige hebben we gehad. En dan gaan we over naar Nederlands. Beginnend met Laura Tesoro. Zoiets. Oké, dan gaan we naar die van M&M, want ik word namelijk elke dag wakker met Peter en Wanner en Counter. Oh, wat aardig is over nadenken, hè. Dus dan ga ik dan gewoon kopiëren en plakken naar iedereen. Plak en plak. Tom de Kok. Wat? Oh my god, die gaan stoppen. No! Oh my god. Ik heb proficiat, maar zegt dat ik heel lang geleden. Hou. Oké, volgende. Alle koppens.
staatplaats. Zie, dat kan, want ik heb dat getest. Ik ga gewoon nu een tijdje wachten. Een half uurtje, een uurtje, I don't know. Tot ik zie dat het terug gaat. En dan gaan we gewoon verder gaan. Mijn hart trekt op niks vandaag. Oh, raar geslapen, dus. Met die rare dingetjes. Daar gaan we niet naar kijken. Wij gaan verder bericht sturen. Het is nu dus de volgende dag. En ik heb het zo opgezocht. Je kunt blijkbaar maar een aantal bericht sturen per dag of zoiets. Ik heb er gisteren 52 gestuurd. Dus nu gaan we de 48 aan het doen. Ik heb ook berichtjes teruggekregen. Maar ik heb ze nog niet opgedaan. Dus ik weet ook niet van wie of waar of hoe. Maar ik ga ook nog altijd niet opnoemen. Dat doe ik pas morgen. We beginnen met... Oh ja, The Gellers van Friends, baby. Cent. Sorry. Ik kan het niet laten. Okay, hoeveel zijn er? Je heeft ook echt wel een heel mooie stem. Oké, en daar zit ook echt een zalig op de cake. We hebben alle Engelstalige mensen gehad. En dan gaan we verder met de Nederlandstalige met Matthias Koppens. Next one is Crystal van Capri. Nee, en ik ben weer al geblokkeerd. Kom aan, zeg je. Ik heb net geteld en ik moet er nog 35 doen. Kom aan. Dan ga ik gewoon een keer verder. Hey. We zijn nu dus een paar uurtjes verder en ik checkte het en ik kan terug berichtjes sturen. Dus we gaan zien voor hoe lang. Ik weet niet waar ik moet schrijven. Ze heeft ook geen verhaal of zo dat ik kan gebruiken. Het is gewoon lang. Ziet ook echt wel super lekker uit. Friday, all zalig. Nu heb ik er ook echt zin in uit. En ik heb honger en dan ziet het al een lekkere pizza. Nu staan er echt geen Nederlandse mensen meer, hè. En dan duur en dan pakte men degene dat zou komen op je scherm, want ik had echt geen inspiratie meer. Ik ga gewoon zingen of zo, what's up. Geen terugtreden, precies. Ah, die doet ook mijn liefde om, zeker. Oh, die heeft een bepaald liedje dat ik echt wel tof vond. Ik op de radio had gehoord. Van Steen van TikTok. Ik kan eigenlijk echt wel heel mooi dansen, vind ik. De volgende was die Celine, denk ik, ook van TikTok. Die heeft ook echt wel toffe video's. Die maakt ook video's over de Sims, dus die kijk ik ook. Eva Rose, dat is ook iemand die ik onlangs ben beginnen volgen op YouTube. De check van zonde. Dan mensen van familie. Oh ja. Yeah. Keukenkastje helemaal uitgeladen, geordend en gekust. Oh, we zijn terug geblokkeerd. Dat was het dan weer. We're back to business. We waren bezig met Andy Beelman. Beetje gelogen. Ik weet anders echt niet. Wow. Maar ik kijk dan niet echt naar het luisteren van het liedje. Dus op zich kan. Ja, we hebben er een paar van Clipper gedaan. Dat Stenna er fan van is. En dat ik echt niemand ben dat niet meer wist. Dus dat is zijn ziek worden. Blauw hartje ga ik erbij zetten. Yep. Ik ga dat even kopiëren. En ik ga dat ook sturen naar die ander. Wie waren die ander? Ik ben bijna klaar. Bijna. Nu van Expeditie. Maar ja, er is juist iemand in Barcelona. Echt super mooi. Look beautiful. Er staat een S achter. Looks beautiful, Colleen. Oh, zalig. Yummy. Thomas, de winnaar. Spoiler alert. Tegen nu moet ik het al gezien hebben. Oh nee, die heeft zijn dingen op privé gezet.
Dat was eerst niet. Oh, ik ken wel hier naar uit. Ook wel op privé zit. Groen. Ah, groen ken ik wel. Een duimpje van daar. Oh ja, die heeft ook TikTok. Juist. Ah, voor. Hier zijn we makkelijk bekend. Ik ben weer geblokkeerd. Ik moest er nog maar een paar doen. Oké, ik hoop dat we hier voor de laatste keer zitten. Omdat ik Rut en Thomas niet kan doen van Expeditie, heb ik iemand anders gevonden van Expeditie, namelijk Anouk. Verzenden. Stuur. Ik kwam niet tegen. Ik dacht, ja, dat moet ik. Mag ik ook. Ik weet alleen niet wat ik ernaar moet sturen. Ja, liefste verjaardag gaat 4 dagen geleden. Misschien daar iets over vragen. Ik heb mijn minister gestuurd. Ah, en dat is juist TikTok, TikTok. Hopla, wat gaan we daarna sturen? I have no clue. Oh, is oké, hoe is het op de boot? Oké, en dan gaan we naar de allerlaatste. Nummer 100 is omdat ik een extra persoon moest vinden nog van M&M Lotte van Weesmaal. Wauw. Oeh. Zoiets. We made it. Finally. Ik heb naar 100 bekende mensen een DM gestuurd. Wat? En het heeft moeite gekost en meer dan 24 uur voordat alles verzonnen is. Dus ik ga nu nog eens 24 uur wachten, zodat de mensen waar ik nu naar heb gestuurd ook 24 uur de tijd krijgen om te antwoorden. Okay, so I'll see you guys tomorrow. Voor het einde van deze video heb ik speciaal voor jullie een t-shirt aangedaan. Want ik zit heel het weekend al in pyjama. Want waarom niet? Moet toch nergens zijn. Laten we direct aan beginnen en kijken wie er allemaal heeft teruggestuurd. Oh my god! We hebben een bericht terug van Koen van Expeditie. En hij antwoordt: thanks! Oh my god! Nice! I give it a like. Oké, Farah, ook van Expeditie, heeft het geliked. Yeah. Nice, nice. Maar dat is precies toch niet zoveel. Scroll, scroll, scroll. Peter van de Verre heeft het geliked. Hij heeft het gezien. Oh my god. Oh my god. Hoeveel volgers heeft hij? 153.000. En ik stuur daar een kerelberichtje naar. En hij heeft dat gelezen. What? Crazy. En aan Annie van YouTube. Maar zoals ik zei, ik dacht wel dat hij niet reageerde. En oh yeah. Kijken of we nog iemand hebben. Ik denk niet, want dit zijn echt de bekende. Nope. Je kunt ook niet zien of dat ze het gelezen hebben. Jammer genoeg, want ze moeten zo hun berichtje voor accepteren. Dus ja, we kunnen ook niet zien of ze het gelezen hebben. Maar we hebben dus wel 4 reacties van de 100. Als je erover nadenkt, niet veel. Maar ja, het was echt wel leuk om te doen eigenlijk. Ik had ook niet verwacht dat ik berichten niet terugkrijg eigenlijk. En zeker niet van zo mensen met miljoenen volgers. No. Dus het is eigenlijk wel hoog dat het er maar zo weinig zijn. Maar toch, het is toch leuk. Ik vond het echt ketter om te doen. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om naar te kijken. Als dat het geval is, geef de video een like. Abonneer ook even op mijn kanaal. Dat zou ik heel leuk vinden. Er zijn nog heel veel andere leuke video's. En dan zie ik jullie heel graag in mijn volgende video terug. Doei! Let's go. I don't know what I do. I'm just weird. I know. Oh, yes.